FC Dordrecht vergeet geld over te maken naar de KNVB. En daarom zijn alle jeugdploegen dit weekend uit de competitie genomen. Maar verder, Jan-Dirk, gaat in Dordt alles goed, hè? Ja, Maxima zou zeggen, het is een beetje dom. Het is een regelrechte flater. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag en op de zondag op TV Rijnmond. En daarin bespreken we het voetbal uit onze regio. Meepraten mag via Twitter. Gebruik dan hashtag FC Rijnmond. En aan deze desk vandaag naast Jan-Dirk Stouten. Zag hem al even het begin van de uitzending aangeschoven. De commercieel directeur van Feyenoord, Mark Koevermans. Welkom. Dankjewel. Ik was heel benieuwd of bij de directie van Feyenoord ook al kampioenskoorts heerst. Want je bent een beetje ziekerig. Is dat ook van de kampioenskoorts of niet? Nou, ik denk niet dat het daarvan is. Nee? Gewoon een griepje, heerst geloof ik. Maar heerst de kampioenskoorts ook? Nou, het is natuurlijk spannend. En als supporter ook vind je dat ook spannend. Maar we kijken gewoon week tot week. Dus, nee, dat is een voetbalantwoord. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie op maandag of dinsdag als er directieoverleg is. Ja. Dat is op maandag? Nee, dat is dinsdag. Dinsdag. Dus ja, als jullie dinsdag met z'n allen bij elkaar zitten, dat er dan toch de ranglijst wordt opgezet op teletext. En dat er toch even wordt gesproken over Cole Single misschien wel? Nou, het is natuurlijk wel prettiger praten als je maar blijft winnen. Dan zijn de gesprekken leuker, is de sfeer leuker. Maar nogmaals, we kijken dat week tot week zondag weer een belangrijke wedstrijd tegen Utrecht. En dan hopelijk kunnen we maandag weer of dinsdag weer, weer lachen. En zondag, Etienne, AZ tegen Ajax. Ik heb Geert-Jan van Beek net aan de lijn gehad. Die gaat morgenmiddag op Radio Rijnmond, dus allemaal luisteren, om 14:15 uitleggen waarom AZ van Ajax gaat winnen. Okay. Ook niet onbelangrijk in die strijd om het nee, zeker. Ja, er zijn nog een paar ploegen die nog steeds boven staan. Hè? Ja. Ik geloof PSV op doelsaldo, ook al geloof jij dat er stress is in Eindhoven. Dat kun je zien aan een vechtpartij in de Kuip. Dat kun je zien aan elk interview met Dick Advocaat. Dat kun je zien in Dick is rustig, hè? Dick zegt dat er niks aan de hand is. Zo fijn met praten en het commerciële beleid. Vind ik prima. Gaan we zo meteen met Mark over praten. Ik wil nog even weten, van jij was vandaag in de Kuip. We hebben het net over kampioenskoorts gehad. Maar zat er een glunderende Ronald Koeman tegenover jou, omdat er 7 Feyenoorders bij Oranje zaten? Ja, we hebben de geschiedenisboeken erbij gehaald. We komen met z'n allen even niet uit. Maar hoe lang is het geleden dat er 7 spelers van Feyenoord bij Oranje zitten? Dat levert, staat niet in de geschiedenis. Levert de club ook geld op, heb ik even uitgezocht. Per speler ontvangt een club €8.000 per speler per wedstrijd die bij de selectie zit. Dus deze mannen gaan tegen Estland en Roemenië bij de groep zitten. Levert de club €112.000 op. Ik denk dat Louis van Gaal binnenkort een nieuw stoeltje krijgt. En wat ik ook mooi vind, dat meen ik oprecht. Ik sprak met Boetius, die er dan niet bij zit. En die is dan oprecht blij voor zijn collega's en zegt zelf, ja, het was voor mij al een eer dat ik bij de voorselectie zat. Dat zegt wel iets over die groep waarmee Koeman in de laatste fase van de competitie aan de slag is. Het begin van deze uitzending hebben we overleefd. Beide heren zitten nog aan deze desk van FC Rijnmond. Tijd om terug te blikken op de week die achter ons ligt. Het was een emotioneel weekje. Mensen uit de voetbalwereld leerden elkaar beter, nou ja, eigenlijk opnieuw kennen. En dat leverde ontroerende ontmoetingen op. Tussen Johan Derksen en Wilfred Gené bijvoorbeeld. Het intieme liefdespaar van het tv-programma Voetbal International. Jij praat onzin. Je weet helemaal nergens van. En je lult maar een eind weg. Hoe zat het ook alweer? Volgens het tijdschrift VI is er door voetbalclub Heerenveen gesjoemeld met de boekhouding. Onzin volgens Heerenveen-voorzitter Veenstra. Presentator Wilfred Gené deed zelf even navraag en volgens hem heeft VI inderdaad ongelijk. Derks op zijn beurt toonde zich erg tevreden met een betrokken presentator, die ook zelfs een journalistieke bijdrage aan het programma wil geven. Op het moment dat ik denk dat het niet klopt, mag ik daar wat van zeggen? Je was de sprekende papegaai van Veenstra. Volgens mij probeer ik de waarheid op tafel te krijgen. En als jij zegt dat die waarheid niet klopt, dan is het toch jouw goed recht? Je hebt scheid aan alles, je wil scoren en je zet je eigen collega's voor lul neer. Ik wens je veel succes. Zwart op wit. In de internationale voetbalwereld is geschokt gereageerd op de ruzie tussen Derks en Gené. Steve Olvers ging deze week meetrainen bij Excelsior. En waarom? Om weer op niveau te komen. Aha! Op niveau komen! Ja, dan moet je natuurlijk bij de nummer 1 en laatste van de eerste divisie zijn. Hebben wij in ieder geval een idee welk niveau Olvers nastreeft? Hoewel niet iedereen zijn keuze om juist bij Excelsior te gaan trainen begrijpt. Chiude la difesa del Milan, neanche ha colpito un palo. Non è possibile! Non è possibile! Sbagliamo un gol! E sull'azione successiva mettiamo il secondo gol! Overigens speelde Olvers wel ooit bij Excelsior. Een tijd die nog steeds verwarring oproept. Zeker als verslaggever Sinclair Bisschop je ondervraagt. Ja, hoe kijk je terug op je periode ooit hier bij Excelsior? Met een fantastisch team, met noem ze maar op, Buffel. Noem al die jongens maar op met wie je speelde. Ja,
Moet ik ze opnoemen? Of, Nou, hoe je terugkijkt op die periode. Deze week opende Excelsior ook een heus leercentrum op Woudestein. Alles en iedereen was naar Kralingen gekomen om te genieten van... Ja, hoe noem je zoiets? Een wouwomgeving. Die wouwomgeving, echt een wouwomgeving. Juist ja. Hoe het ook zij, alle gasten waren onder de indruk van een mooi centrum waar kinderen met een onderwijsachterstand goed bijgespijkerd kunnen worden. Hoewel de internationale pers juist teleurgesteld was. Je spet al Marco, Giovedì! Je spet al Marco! Je spet al Marco! Siete sportivi! Va bene! Ne prendiamo atto! Ja, Toet Pers was op Woudestein. Ja, het was een emotioneel weekje. Zoek het lekker uit met je hele handel. Nou ja, bedankt en wel te rusten. Dat hebben wij gelukkig nog nooit meegemaakt zo ernstig, hè? Dat jij hier ooit hebt gezegd, ik zoek het lekker uit. Dat valt nog mee. Elke week aanleidingen voor bij jou. Maar, ja, maar je blijft altijd kunnen blijven zitten. Je bent echt professional wat dat betreft, hè? Mark, laten we even teruggaan naar een paar weken terug. Toen kondigde je aan Opel, nieuwe shirtsponsor bij Feyenoord. Nou, de inkt is droog, de champagne is gedronken. Dit is het moment om wel bekend te maken hoeveel dat nou heeft opgeleverd. Dus wat heeft dat nou opgeleverd? Ik heb Jan Dirk ook vaak gesproken toen, die dag, 2 weken geleden. Maar dat was 2 weken terug, dus dat kan nu wel. Nou ja, het blijft hetzelfde. Wij, of het nou transfers of contracten zijn, daar kunnen we geen nadere of in ieder geval financiële informatie over geven. Dus, maar 3-4 miljoen wordt er gezegd, is het die richting? Nou, je kan het blijven proberen. Blijven Jan Dirk toen ook geprobeerd, hebben jullie waarschijnlijk ook afgesproken. Gaan we wel terugschrijven in jullie jaarcijfers, die zijn toch opvraagbaar? Daar staat volgens mij in, toch? Daar staat sponsoring in, daar staat zakelijke inkomsten in, daar staat merchandising inkomsten in. Maar daar kunnen we wel conclusies uittrekken straks. We hebben natuurlijk gezegd, nou ja, wij hebben ook gezegd dat het een perfecte basis is om weer stapjes te maken de komende 4 jaar ook in de begroting. Dus wij zijn gewoon ontzettend blij met die deal. Zowel financieel als het merk, als Opel, het bedrijf wat erachter zit, de mensen die erachter zitten. Dus voor Feyenoord gewoon een perfecte zaak. Ja, maar jij zei hier 18 november toen je hier zat, een bedrag met meer dan 6 nullen. Nou, dit zijn dan in ieder geval 6 nullen, denk ik. Nou, het is het grootste sponsorcontract. Uh-huh. En nogmaals, over waarde. Maar niet, de discussie ging toen over Ajax. Ook hier in de uitzending. Ja. Toen zei je, Ajax zit op 10, 11 miljoen geloof ik met Egon. Nou, volgens mij, wat ik toen wilde aangeven, jullie zeiden Ajax zit op 10 miljoen. Kijk, wij praten wel eens met Ajax, maar ook daar niet over bedragen wat hun shirt sponsor of gewoon sponsorschap en dat van ons. Ja, die zijn wel bekend. Die zijn vaak genoeg En wat destijds gebeurd is, en dat doen zowel sponsors als voetbalclubs ook, er zijn wel sportmarketingbureaus die de waarde van de club proberen te bepalen. Daarbij zijn Feyenoord en Ajax met de grootte van club en de grootte van het stadion en het aantal fans in Nederland, als ze ook allebei even goed presteren. Mm-hmm. Nou, heeft Ajax wat beter gedaan de afgelopen jaren helaas. Wij zijn nu aan het inhalen, maar dan zouden ze evenveel waard zijn. En naar aanleiding van wat daar dan uitkomt, ga je natuurlijk gesprekken in met geïnteresseerden. Maar dat en zijn dan dezelfde die krijgen wat je vindt dat je waard bent. Heb jij last van in gesprekken dat Feyenoord Europees niet meetelt? Helaas. Nou, dat is net wat ik zeg. Als je ongeveer diezelfde waarde hebt, maar je presteert goed, zowel in het binnenland of in het buitenland, ja, dan is je waarde natuurlijk best wat hoger. Dus als je met partijen in het buitenland vooral praat, die kijken natuurlijk 2 zaken. Is Feyenoord ook buiten Nederland in beeld? Komen ze ook buitenlandse zenders? En 2, hoe groot is de Eredivisie? Nou, dan merk je ten opzichte van de Premier League of de Spaanse competitie, dat gewoon ook de Eredivisie vrij klein is en weinig zichtbaar is in het buitenland. Dus dat geeft nog wel eens moeite om een grote buitenlandse partij binnen te halen. Maar er zijn er bureaus als Hypercube, die berekenen bijvoorbeeld ook de waarde van clubs. En die zeggen dan ook van FC Utrecht, dat heeft een achterland. Dat is de 4e stad van Nederland, maar daar komt ook geen shirtsponsor. Die waarde die zij berekenen komt bijna nooit uit. Nou, dan zie je hoe moeilijk het is. Kijk naar hoeveel clubs er druk op zoek zijn naar een shirtsponsor. Mm-hmm. En ik denk dat Opel uit een totaal onverwachte hoek kwam. Die komen op het juiste moment, hebben ze besloten om terug te gaan in voetbal. We hebben een enorme goede klik met Feyenoord. Er zijn echt nog andere instanties en clubs achter Opel aangegaan ook. Ze hebben voor ons gekozen. Ook FC Twente achter Opel aan of niet? Nou ja, clubs, ik ken geen namen, maar wij weten vanuit de gesprekken met Opel dat ze ook met andere partijen of in ieder geval gesproken hebben. In Nederland? In Nederland, maar ook in het buitenland. Ze gaan nu ook, in Nederland zijn ze nu klaar. Ze hebben absoluut voor Feyenoord gekozen qua grootte voor de club. De historie die wij hebben. Ja. Maar ze gaan nu in Europa gaan ze verder kijken. En ik denk dat dat ook voor Feyenoord hartstikke goed is. Maar nou reed Feyenoord al Opel. Hè? Dat was al een deal met een andere sponsor. Even Huub regelde dat. Daar waren de wagens bij geleased. Hè? Dat was 3 jaar geleden. Ja. Vorig jaar is het al door Opel Nederland overgenomen. Toen hebben we met 6 jaar verlengd. En zit dat dan ook in deze deal erbij? Dus zit in dat shirtsponsorschap ook die deal voor de auto's erbij? Dit is een hele nieuwe deal. Die staat daar los van? Alleen, ja, dit is een hele nieuwe deal. Alleen natuurlijk zijn de auto's. Ja, we rijden al Opel auto's. Die blijven uiteraard rijden. Dus dat is meegenomen in het deal, maar de deal aan zich, ja, dat is een totaal losstaande deal. Dus het ene contract is verscheurd en er is een heel nieuw contract gekregen. Is de gezondmaking van de club hiermee heel dichtbij gekomen, mede hierdoor?
Nou, wat wij toen ook aangegeven hebben en wat absoluut nog steeds zaak is, het geeft gewoon continuïteit en rust. En wij kunnen nu weer stapjes maken met die begroting. We gaan ook volgend jaar weer een klein stapje vooruit in de begroting. Dat heeft onder andere met deze deal te maken met totale sponsorlandschap. Want we hebben nog een aantal partijen gesproken met wie we ook voor het hoofdsponsorschap in gesprek waren. Waar we natuurlijk gaan kijken of we een normaal partnership mee kunnen afsluiten. De mediagelden hebben we al gezegd, merchandising. Dus er zijn allemaal zaken met hoe wij kleine stapjes kunnen maken zonder transfers. Zonder Europees voetbal, dus er zit best nog wel wat rek in. En wat dat betreft is die Opel deal is gewoon ontzettend belangrijk de komende 4 jaar, want dat is de basis. Maar Jan-Dirk, wat vind jij dan van deze deal? Want ik bedoel, is dit een goede deal voor Feyenoord? Ja, kijk, ik weet niet om welke bedragen het gaat. Ik weet wel dat ze bij AZ voor mij een bedrag krijgen van rond de 6 miljoen euro. Als je daar weer dicht in de buurt bent gekomen, is het denk ik in deze tijd een uitstekende deal. Maar, daarom is het interessant niet om te weten. Hè? Dat wilde niet zeggen. Dat heeft geen zin. Wat ik wel interessant vind, Mark, een aantal kanttekeningen wat mij betreft. Ik ga de eerste met je delen. Jullie waren een paar jaar geleden mede op uitnodiging van het gemeentelijk havenbedrijf in Oman. Een regio op Midden-Oosten waar heel veel gebeurt. Ja. Hebben jullie nu serieus de mogelijkheden onderzocht om daar partners aan je te binden? Wat heb je gedaan dan in dat kader? Nee, we zijn in Oman geweest. Port of Rotterdam is natuurlijk nog steeds een partner van ons. Daar hebben we ook gesprekken mee gevoerd. Alleen dat heeft niet geleid. Maar heb je een keer gesproken of echt geïnvesteerd in de relatie met mensen en bedrijven daar? Nee, we zijn in Oman natuurlijk op trainingskamp geweest. Toen zijn er contacten gelegd. We hebben gekeken of we daar nog een keer terug konden komen. Of er andere mogelijkheden zijn. Nou, dat heeft niet geleid tot het hoofdsponsorschap. En wij hebben, het heeft niet zoveel zin om te zeggen welke namen we allemaal of met welke bedrijven we allemaal gesproken hebben. Maar we hebben ook in het buitenland gekeken, in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten. We hebben met heel veel partijen gesproken. En nou, uiteindelijk hebben we ook lang gewacht. Hè. Ze hebben mij wel eens de Hans Beum van Feyenoord genoemd. Dat ik heb gezegd, we schakelen op meerdere borden. We hebben naar die online bettingmarkt gekeken. Ik denk dat ik het vaak genoeg allemaal uitgelegd heb. En ik ben blij dat we op een gegeven moment ook lang gewacht hebben. Want het is het beste voor Feyenoord geweest dat in één keer, gewoon in januari bekend wordt, dat Opel volledig teruggaat in het voetbal. En die zoeken ons op. Nou, dat is natuurlijk altijd prettig. En daar hebben we gewoon een hele mooie deal mee kunnen sluiten. Maar dat is één ding. Jij zegt, ik heb meerdere dingen. Nou, dat is één dingetje. Ik heb een collega op de nieuwsredactie, laat ik het maar gewoon zeggen. Ron Plezier, groot Feyenoord supporter. En die gun ik het volgende van harte. Maar ik dacht, commercieel en communicatief vind ik dit wel er eentje in de categorie blunder. Jullie bieden op 25 februari supporters aan. En nogmaals, die supporters gun ik het van harte om een passepartout te kopen. Voor de topduels tegen Utrecht en Vitesse en VVV. Dan ga je er 3 verkopen voor de prijs van 2. In een fase dat je volop meespeelt op het kampioenschap. Dat vind ik echt. En ik gun het die supporters, maar ik vind het echt. Zijn ze 1-op-1 verkopen, bedoel je? Ja, maar dat is toch gek? Je bent in de race om een kampioenschap. Jan-Dirk, ik kan daar ook eerlijk in zeggen. Er gaat heel veel goed bij de club. Hè. We zijn op dit moment heel positief. We zeggen net op maandag hebben we inderdaad leukere gesprekken voor dinsdag. Met de hoofdsponsor wat gegaan is. We hebben goede resultaten. De Kuip zit vol. De merchandising gaat goed. Dus we zijn wat dat betreft zijn we heel positief. Deze actie. We hebben ook halfseizoenkaartactie gedaan waar we over getwijfeld hebben, moeten we dat gaan doen? Alleen toen waren de resultaten nog net niet zo. Dus die hebben we gedaan en die is succesvol geweest. En deze hebben we in januari bedacht. Ja, in januari stonden we nog niet zo spannend zoals het nu is. En die ga je dan op een gegeven moment uitwerken en lanceren. Dan kun je toch een week voor de lancering zeggen, doen we niet. Want we zijn nu in de race om het kampioenschap. Nou ja, toen is hij naar buiten gegaan. Die is al ietsje eerder naar buiten gegaan. En toen hebben we op een gegeven moment ook stopgezet. We hebben daar nu 1500 voor verkocht. Omdat Utrecht uitverkocht is. Dus meer kan ook niet. Ja, en dan is het in zoverre dat je daar inderdaad, als je 1500 los had verkocht, dat je 1 wedstrijd 1500 kaarten meer verkocht. Nou, laat ik nogmaals benadrukken dat heel veel dingen goed gaan. Maar als je dit van tevoren, als je alles van tevoren weet, is het inderdaad heel makkelijk. Ja. Want het is een leuke actie ook richting supporters. Of het nou met seizoenkaart of halfseizoenkaart of deze paspartout is. Maar ja, als je inderdaad kampioen wordt of je wordt tweede, dan verkoop je iedere wedstrijd uit. Dan hoef je zo'n actie niet te doen. Dat is de helder. Ik wil nog even terug naar dat begin waar je wil niks zeggen over sponsorgelden en wat de shirtsponsor oplevert. Waarom is dat niet? Waarom zegt Feyenoord dat niet? Waarom zeg je niet gewoon, er wordt veel over gevraagd, er is veel discussie over, ook onder supporters die zeggen, ja, die Opel deal, die hebben ze al, die auto's, die rijden er al, dan krijg je die shirtsponsor erbij. Eigenlijk gaan we per saldo minder krijgen dan onder de AZR deal. Dus is het eigenlijk een mindere deal? Is het wel zo'n goede deal? Dat zijn de verhalen die dan gaan. Waarom zou je niet gewoon zeggen, dit is de deal? Ja, dat is gewoon beleid en dat doen we nooit. En ik denk dat daar ook. Maar beleid kan aangepast worden. Ja, weet ik, maar dat doen we nooit. Of het nu transfers of contracten zijn, doen we ook met clubs onderling niet. Dat doen we bij Feyenoord ook niet naar buiten toe. En ik denk dat dat ook wel te begrijpen is, dat je geen bedrag noemt. Het is trouwens ook afgesproken met Opel. Dat zijn gewoon afspraken die je maakt. Dat blijft gewoon binnen 4 kamers. En dat zou ook altijd zijn. Wat ik wel heel goed vind, want ik ben het kritisch over een dingetje. We kunnen nog heel lang doorvragen over Opel, maar... Nee, ik heb het over beleid. Ja, nee, je kan ook zeggen, we hebben schulden. Ja, maar als je partner eist dat je niet tekent, dat je dat niet brengt. Nee, maar je kan ook zeggen, we zijn open over de schulden die we hebben gehad. Ik denk dat je juist gewoon blij moet zijn. Wij zeggen, het is een fantastische deal, het is een mooi merk. Maar niemand kan het toetsen. Nee, maar dus dan moeten we uitgaan. En we weten hoe het in de voetballerij gaat. Dat beslist. Daar zit de Raad van Commissarissen. Maar we weten hoe het in de voetballerij kan gaan, hè? We hebben een sponsorafdeling. Ja.
Dus er zijn heel veel mensen die ernaar kijken. We hebben meerdere mogelijkheden gehad. Alles wordt naast elkaar neergelegd. Dus er zijn misschien wel 10 mensen die ernaar gekeken hebben. Dan hebben wij gewoon de beste deal eruit gehaald. Neem dan van ons aan dat het een fantastische deal is voor Feyenoord. Mm-hmm. Geef 4 jaar stabiliteit, geef continuïteit en we kunnen verder bouwen. Wat wil je nog meer? En het is een mooi merk. Kijk, en wat denk ik in die periode, die voorspelling ga ik nu doen. Dat vind ik zelf een risicoloze voorspelling. Hiermee gaat Feyenoord niet alleen door die deal, want nogmaals, we waren er niet bij. Maar door dit beleid gaat Feyenoord binnen een aantal jaren een zeer gezonde voetbalvereniging zijn. Als ze ervoor durven blijven kiezen om geen onverantwoorde investeringen in spelers te doen. Maar dat gebeurt de afgelopen 2 jaar al, Jan Dirk. Ja. We hebben vorig jaar mooie cijfers geschreven. Dit jaar doen we het ook. Hè. En dan heb je helemaal terecht. We hadden 1500 kaarten meer kunnen verkopen aan €20. Het gaat hartstikke goed. We verkopen uit of het nu met de supportersinkomsten zijn of zakelijke inkomsten. Dus dit jaar wordt goed. Volgend jaar gaan we weer een stapje maken. Ja, maar als je dus 1 keer een speler verkoopt... Dan zijn je bij je te zorgen, toch? Sterker nog, als je dat elk jaar met 1 of 2 doet, dan bouw je een heel fors kapitaal op. Dan kun je die aandelen van die vrienden van Feyenoord terugkopen. Dat zou heel goed zijn. We gaan eens praten over... Dat mag zeker. Ondertussen. Wij gaan even praten over een andere wedstrijd. Want vanavond in de Jupiler League staat er toch echt een topper op het programma. Als Sparta MVV ontvangt. Belangrijk duel. Ook omdat Cambuur natuurlijk ook nog speelt tegen Helmond Sport. En bij MVV speelt een speler die in het verleden, nog niet zo heel lang geleden, bij Sparta speelde en daar teleurgesteld vertrok. En nu bij MVV het in ieder geval goed doet. Nathan Rutjes. Goedemiddag heren. Schön, hè? Mooi naar Rotterdam? Maastricht is een mooie tweede plek. Maar goed, ik ben blij dat ik weer terug kom in Rotterdam vrijdag. Maar ik kan natuurlijk niet zonder iets aankomen, dus ik denk dat we eventjes wat gaan halen. Hoewel Rutjes in zijn Sparta-tijd lang niet altijd basisspeler was en maar 1 keer scoorde, sloot het publiek hem in de armen. In een tijd waarin voetballers steeds sneller van club wisselen, is Rutjes een van de laatste echte Spartanen. Zelfs nu hij in Maastricht speelt. Nou, we zijn hier op de Grote Markt, achter ons het stadhuis. Het stadhuis waar, als we kampioen zouden worden, wij hier de schaal omhoog mogen tillen. Maar het kampioenschap gaat niet naar MVV, denk ik, maar naar? Hij kan nog naar MVV, maar hij kan ook zeker naar Sparta. Hoop je dat? Als wij het niet worden, dan hoop ik enorm dat Sparta het wordt. Weet je misschien waar ik een vlaai kan kopen? Nee. Er is een bakery down the road somewhere. Oké. Down the road somewhere, oké. Okay. Het liefst had Rutjes nog steeds bij Sparta gespeeld. Maar het klikte niet met trainer Michel Vonk en directeur William Vloet. Desondanks is zijn Sparta-gevoel niet minder geworden. Ja, Sparta is mijn liefde, maar Vloet en Vonk zijn dat niet. Nee, de club Sparta is toch veel breder dan 2 mensen. En dat maak je mee in de voetballerij. En het zou heel naïef van mij zijn als ik zou denken dat op basis van die 2 mensen ik heel mijn leven bij Sparta had moeten blijven. Dat zou heel naïef zijn. Er worden keuzes gemaakt, Sparta wil hogerop. Nou ja, goed, ik ben 14 keer ingevallen, 2 keer basis staan vorig jaar. Dus ja, dat niet met Nathan. Nou ja, goed, en als ze kampioen worden dit jaar, dan hebben ze een hartstikke goede keuze gemaakt. Maar jij moest weg. Voel je dan ook een klein beetje een kampioenschap door de neus geboord? Daar voel ik dat dus helemaal niet. Dat voel je, nee, je zou zeggen van wel, maar ik voel dat juist helemaal niet zo. Omdat... Ik gun Sparta een kampioenschap, absoluut. Maar hetgeen wat ik dit jaar heb meegemaakt is echt een verrijking voor mij geweest, ook als mens. Snap je, ik ben nu bijna 30 jaar en dan ga je ook verder kijken dan alleen het voetballen. En we moeten niet vergeten dat Sparta mij ook die mogelijkheid heeft geboden om hier naartoe te gaan. En daar ben ik enorm blij mee. Die mevrouw, die woont hier. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja, weet u waar ik hier misschien een vlei kan kopen? Nou, volgens mij overal. Ja, maar we lopen hier al een tijdje en we kunnen het niet echt vinden, moet ik zeggen. Weet je waar ik een vlei kan halen hier? Hoop je ook dat ze kampioen worden? Ja, ja. Ik heb heel mijn leven op het kasteel gelopen van zo groot. Ja, met mijn ouders naar de open dagen van Sparta, op de foto met mijn idolen. Dan hoop je dat uiteraard wel natuurlijk, ja. Rutjes zag er tegenop om Rotterdam te verlaten, maar al snel bleek de Limburgse gemoedelijkheid perfect bij hem te passen. Hij speelt goed bij MVV en Rutjes is sinds een half jaar de trotse vader van een zoon, Lavetzi. Nee, doe maar 3 puntjes voor mijn vrienden van Sparta. Hey, je klinkt gelukkig. Ik klink heel gelukkig. Ik ben ook echt heel gelukkig. Ja, ik ben sowieso altijd wel vrij gelukkig. Ik kan best wel dingen van me afzetten. Maar ja, goed, uiteindelijk blijft mijn grote passie het voetballen. Het is misschien een rare uitspraak, maar
ik word liever met MVV tiende en ik speel 25 wedstrijden in de basis. Dan dat ik met Sparta kampioen word en ik zit op de tribune. Nou, zoals je ziet, 3 punten voor mijn vrienden bij Sparta. Al dus Nathan Rutjes. Wel een dingetje trouwens, dat dan Frank Stout helemaal naar Maastricht afreist en dan met Nathan Rutjes naar de bakker Bart gaat voor een vlaai. Ja, daar... prachtige ambachtelijke bakkers, die streek ingrediënten met de zachte G, uit het mooie Limburg en we kopen ze bij bakker Bart. Ja. Dat maakt niet uit. Zo kan het ook. Belangrijk nu wel, is de kampioenschap beslist als Sparta wint? Nou ja, het hangt ook een beetje van Cambuur en Helmond Sport af die tegen elkaar spelen. Nee, het is niet beslist, maar Sparta kan wel een tik uitdelen aan een concurrent die daarna is afgeschud. Ja, Sparta moet vanavond een heel belangrijke stap naar promotie zetten. En dat kan alleen maar door van MVV te winnen. Ja. Want de verschillen zijn klein, hè? 4 punten op Volendam, 4 op Helmond Sport, 5 op MVV dat nog een duel te goed heeft. Sparta moet vanavond een stap zetten. Maar wat ik wel spannend vind, als je naar de uitslagen kijkt, thuis een aantal goede resultaten. Cambuur, de Graafschap, maar ook de laatste weken. Nederlaag tegen Den Bosch, gelijk tegen Top Os. Ja. Het is nog niet helemaal stabiel. Nee, kampioen worden zij tegen de grote, terwijl ze altijd zeggen kampioen wordt tegen de kleintjes. Nou ja, ik denk dat Sparta uitstekend voorstaat en ik denk wel dat ze kampioen worden. Ja, het is ook wel belangrijk trouwens om te promoveren, want je ziet dat het gat met de Eredivisie steeds groter wordt. Zeker volgend jaar, die Fox-deal levert clubs natuurlijk. Of ga je ook niet zeggen hoeveel extra dat Feyenoord oplevert, denk ik? Nou, volgens mij is dat gewoon openbaar. Maar dat is significant, hè? Ja, dat is bijna een verdubbeling van alle clubs. Dus het levert toch op de ranglijst levert het Feyenoord ook meer op. Als je hoger eindigt, krijg je ook meer geld, toch? Het levert toch 5 miljoen op als je bovenin eindigt. Ja, dat is een heel ingewikkeld systeem. We hebben dat wel geprobeerd wat makkelijker te maken. We zijn er toen bezig geweest met die verdeelsleutel. En wij staan er nu 5e op. Ja. Dus als we nog 1 of 2 keer goed presteren, dan AZ staat 24, geloof ik, 3e. De AZ staat er maar 15. Dus de noodzaak voor Sparta, dat hebben we al vaker gezegd, om die stap te maken, is enorm. Want in die eerste divisie gaan aan de lopende band bijna clubs failliet. Ja, Veendam ook bijna. Veendam nu ook. Het gat wordt heel groot. Dus Sparta heeft ook zelf gezegd, we moeten kampioen worden. Eventueel nog een escape naar een seizoen later. Maar het moet nu gebeuren om dat gat niet veel en veel te groot te laten worden. Wat gaat dat echt zoveel schelen? Gaat het echt in miljoenen schelen als je nu nog tussen de Eredivisie, Eerste Divisie en Eredivisie zit? Ja, dat gaat. Het is bijna keer 2 gegaan, die bedragen met die Fox-deal. Dus dat betekent als je 17, 18, dat je nog steeds. Ook daar zijn de bedragen zeg maar keer 2 gegaan. Dus dat gaat om 100.000 euro's extra. Een soort Engeland krijgen dan bijna, hè? Want als je uit de Premier League degradeert, dan ben je ook ongeveer 30 miljoen. De topklasse is al klein qua verdiensten van spelers ook. Dus dat is heel erg in ontwikkeling. Dit weekend Feyenoord tegen FC Utrecht. Wil ik nog eventjes doornemen. Want als ik dan denk, FC Utrecht is een hele lastige tegenstander. Is niet zomaar gespeeld. Hebben jullie dat ook? Nou ja, het is nummer 5 of 6 op dit moment. Precies. En, moet ik te verslaan bij de tegendoelpunten? Ben ik geen voetbalkenner meer, een supporter. Maar het zal lastige wedstrijd zijn. Maar hoeveel maanden hebben we niet verloren in de Kuip? 16, 17 maanden. Dus Koeman zei vandaag wat aardig. Vanuit gaan we thuis niet meer. Ja. Geen punten meer laten liggen. Hele interviews met spelers van Feyenoord. Ook Vilena, Boetjes en ook Koeman op onze website trouwens. Koeman zei vandaag, we speelden uit bij Utrecht. En toen zei Van Bronckhorst, Van Gastel en ik tegen elkaar, deze ploeg gaat het niet worden, Utrecht, deze competitie. Dan zie je weer hoe mooi en onvoorspelbaar sport soms kan zijn. We hebben echt een lastig te bespelen ploeg. Maar Immers is terug, gelukkig. Dat is heel belangrijk. Erg, heel erg belangrijkste man op het veld. Nou ja, wie zijn wij om te twijfelen aan de woorden van onze voormalig bondscoach Bert van Marwijk. Dat is John Verloen. Bert van Marwijk die pas bij Studio Voetbal zei van Immers is de stille kracht van Feyenoord. Er valt genoeg op die jongen aan te merken, maar hij is in deze groep echt heel belangrijk. Nog even één ding. FC Dordrecht speelt vandaag ook bij FC Eindhoven. Mogen toch hopen dat ze nu eindelijk de eerste zegen van 2013 binnenhalen? Ja, en Breedveld die heeft ingegrepen in de selectie. Heeft hem van 26 naar 21 spelers teruggebracht. Ja, en er moeten punten worden gepakt, want... De tweede helft van de competitie, eerst met Kruis en nu hopelijk de ommekeer met Breedveld is dramatisch aan de Kromme Dijk. Ja, wat dat betreft wordt het belangrijk. En nog één poging, ga je nog vertellen hoeveel dat gaat opleveren, dat shirt, of ga je nu boos weglopen als ik dat vraag? Nee, ik loop nooit boos weg. Nee? Helemaal niet, maar ik ga het ook niet vertellen. Oké, nou dat is dan jammer. Dan dank ik je voor je komst, Mark Koevermans. Ik dank jou, Jan Dirk ook. Komende zondag is natuurlijk ook weer een nieuwe FC Rijnmond. En dan zit op de plek van Mark Koevermans Wim Rijsbergen. Volgende week vrijdag hebben wij Gert Kruis de gast. Kun je eens gaan praten over wat er allemaal misging bij FC Dordrecht en waarom hij ook niet die ploeg aan het voetballen kreeg. Dat is een heel verhaal eigenlijk geworden. En waarom hij opstapte. En waarom hij opstapte. Ja. Dat volgende week allemaal aan FC Rijnmond of komende zondag. En op Radio Rijnmond natuurlijk al het voetbal dit weekend weer te volgen. Wens je een mooi weekend. Ja, spek dan Marco, Jobby. Ja, spek dan Marco.